wat zou het lekker zijn als je gewoon een half jaar niet hoeft te werken? Geen stress hebt, geen dagelijkse sleur en gewoon lekker kunt reizen. Ja, wie zou dat niet willen? Een half jaar gewoon even lekker weg. Nou, schrijfster Danielle Boelens die heeft dat gedaan en ze heeft er een boek over geschreven. Zometeen is ze hier bij ons in de studio om haar verhalen te vertellen. En om het nog even extra spannend te maken, het boek heet Lingerie en Motorleer. 100% Haags. Dit is Hildo Geubel. Den Haag. Schrijfster Danielle Boelens heeft het boek Lingerie en Motorleer geschreven over haar reis door Zuid-Amerika. Eind 2010 vertrok ze voor 5 maanden. 5 maanden op de motor. Nou, dat zal niet echt heel makkelijk geweest zijn. Tijdens de reis hield ze een dagboek bij. Dat is 85.000 keer bekeken. En na alle complimenten besloot ze om er toch maar een boek aan te wagen. Goedemiddag, Danielle. Goedemiddag. Waarom heb je besloten om een motorrit te gaan maken? Nou, ik rijd al 20 jaar motor en voornamelijk door Europa. Mm-hmm. En op een gegeven moment wilde ik een langere periode weg. En na wat wikken en wegen werd dat Zuid-Amerika. En toen ben ik gaan zoeken of er in die periode ook motorreizen werden aangeboden. Mm-hmm. En toen vond ik een hele mooie reis door Bolivia en daar heb ik me voor ingeschreven. Dus je dacht, nou, ik rij ook veel op de motor hier, dus dat moet daar ook lukken. Ja, als ik hier door bochten kan rijden over asfalt, dan kan Bolivia niet veel moeilijker zijn. En klopte dat? Nee, dat klopte helemaal niet. Nee? Nee, het blijkt dat, eigenlijk kan je dat ook wel verzinnen, maar ik had niet verwacht dat het zo van elkaar zou verschillen om door zand te rijden of over asfalt. Maar het bleek een totaal andere techniek en die heb ik letterlijk met vallen en opstaan geleerd. Met blauwe plekken heb je dat geleerd. Ja. En waarom ben je er een boek over gaan schrijven? Nou, voornamelijk door de complimenten op mijn reisblog. Ik kreeg echt ontzettend veel hits op het reisdagboek dat ik bijhield. En ontzettend mooie complimenten van mensen die zeiden, nou, ik voel je blauwe plekken en ik zit bij je achter op de motor. Ja, ja. En jij hebt me Zuid-Amerika laten zien, daar had ik een heel ander beeld van. En ja, toen had ik zoiets van, nou, als er zoveel mensen van genieten, hoe ik ze mee kan nemen op reis. Dan ga ik er eens een boek aan wagen. Ja, dat boek is gebaseerd op het karakter Marielle. Kloppen de verhalen een beetje met de werkelijkheid? Nou, haar naam verschilt niet voor niets, maar 2 letters van de mijne. Uh-huh. Dus er was in het echte leven ook een Niel? Ja, dat willen heel veel mensen weten. Je zegt geen ja of nee, hè? Nee, ik zeg geen ja of nee, om het een beetje spannend te houden. Uh-huh. Maar ik ben niet erg goed in fictie. Dus het is allemaal wel een beetje gebaseerd op ervaringen die ik ergens in mijn leven heb beleefd. Ja, ja, ja. Je hebt het wat geromantiseerd, gedramatiseerd. Hoe zeg ik dat? Nou, eerder geromantiseerd. Geromantiseerd. Ja, ja. En motorrijden is natuurlijk wel hartstikke stoer. Hoe ben je er ooit zo bij gekomen om te gaan motorrijden? Toen ik 18 was, kreeg ik een vriendje met een motorfiets. Nieuw? Nee. Nee, dat was niet nieuw. Daar heb ik heel braaf 6 jaar bij achterop gezeten. Omdat ik vind dat mannen beter kunnen motorrijden dan vrouwen. En ik liever achterop zat bij iemand die strak door een bocht kon. Dan dat ik daar zelf achteraan liep te prutsen. Uh-huh. Maar na 6 jaar, dan begint het toch zodanig te kriebelen dat je denkt, dat wil ik ook. En ik heb er ook wel alles aan gedaan, inclusief mijn hart af en toe een paar keer opblazen. Om net als een man door een bocht te gaan, ja. Ja. Ja, dat is natuurlijk best wel stoer. En het boek dat heet Lingerie en Motorleer, dat maakt het ook spannend. Ja, het staat een beetje voor de vrouwelijkheid en de mannelijkheid, het zachte en het stoere. Uiteraard verwijst lingerie ook naar de kleine rol van de erotiek die op de achtergrond speelt. Zoals motorleer ook voor wat anders staat dan alleen het kledingstuk, maar ook het leren rijden. Het leren rijden, vandaar inderdaad motorleer. Wat was nou de grootste uitdaging tijdens je reis? Nou, om op mijn motor te blijven zitten. Ja? Maar spannende dingen meegemaakt, want Bolivia, dat is, het is geen België. Nee, het is heel erg mooi om op een motorfiets van de gebaande paden af te gaan en de jungle in te rijden en te zien hoe de bewoners daar leven en overleven. Daar heb ik ook heel graag over willen vertellen. Buiten alle architectuur en de geschiedenis van Bolivia, die ook gewoon vreselijk interessant is, met de bezetting van de Spanjaarden, de zilvermijnen die leeggetrokken zijn door ons. Ja. En het is gewoon heel mooi om daarover te vertellen. Ja, wat heb je zelf nou geleerd van die reis? Behalve motorrijden? Ja, ten eerste heb ik leren off-road rijden.
ja, wat heb je geleerd? Eigenlijk, ik reis graag en je leert van iedere reis wel iets. En over het algemeen komt mijn cultuurshock pas als ik terug ben in Nederland. Ja. Als ik besef hoe goed wij het hebben, hoe vol onze supermarkten zijn. En hoe druk we ons maken als er een kras op je auto zit. En het is soms wel eens goed om te zien hoe andere mensen leven die het minder hebben. En die op de een of andere manier wel gelukkig kunnen zijn. Ja, nou, het boek gaat dus over Bolivia, over motorrijden, over liefde en dergelijke, wat er allemaal bij meer kon kijken. Ja. Lingerie en motorleer, zo heet het boek. Het is nu verkrijgbaar in de winkels. Dankjewel, Danielle, voor je komst naar je studio. En naar de studio. En succes met de volgende avonturen, want die komen er vast. Ja, het vervolg ben ik al mee bezig. Oh, en? De rest van de reis. Want het volgende boek. Maar, ja, het boek beslaat maar 3 weken. Dus de rest van de reis wordt boek 2. En er is meer informatie te vinden op mijn eigen website. En dat is? DanielleBoelens.nl